wanneer ik tips geef over effectieve websites, over conversieoptimalisatie en hoe je meer resultaat online kan behalen, dan geef ik ondernemers vaak de tip dat ze keuzestress moeten elimineren. Hoeveel te minder keuze jij je klant geeft, des te meer keuze je klant vaak maakt. En dat zou je eigenlijk, als je dat helemaal doorvoelt, moeten terugleiden nadat je je bezoeker of je klant het liefst eigenlijk maar één keuze wil geven. Maar ze noemen dat een zogenaamde Hobson's Choice. Op het moment dat je iemand maar één keuze geeft, geeft iemand eigenlijk geen keuze. Want er is maar één optie. En in de theorie zou dat natuurlijk ook gewoon dan het beste moeten werken, omdat je verder nergens op kan klikken. Je kan niks anders kiezen, dus je kiest alleen maar dat ene product of die ene knop of waar je ook maar op kan klikken. Nou, wijst alleen onderzoek uit, dus er wordt een kleine kanttekening bij, dat op het moment dat mensen maar één keuze krijgen, dat het vaak een beetje stress geeft. Want op het moment dat mensen het idee hebben dat ze niet een keuzemogelijkheid hebben, dat is vaak het moment dat we stress gaan ervaren. En dat zul je bij jezelf misschien ook wel herkennen als je een beetje terugdenkt van wat waren nou de momenten in mijn leven dat ik echt stress had, dat ik het echt moeilijk had. Dat waren vaak de momenten dat je niet het idee had dat je een keuzemogelijkheid had. En dat je geleefd werd of dat er voor jou werd besloten of dat je ergens niet uit kon stappen en dat je in een rat race mee moest. Nou, zo werkt het met webdesign ook. Dat op het moment dat je maar één keuze krijgt, dan heb je niet het idee dat je zelf nog die keuze kan maken, omdat de keuze al voor jou is gemaakt. Nou, kan je dat makkelijk verhelpen in je webdesign door toch bij die ene keuze te blijven. Maar om een zogenaamd Hobson's plus één effect te gaan bouwen in je website. Wat je dan eigenlijk gaat doen, is dat je naast de aangeraden keuze nog een soort van afleidingsaanbod gaat plaatsen. Dus je plaatst een extra keuze voor je klant. Wat eigenlijk geen aantrekkelijke keuze is, maar is wel in beeld. Maar je weet eigenlijk zeker dat je klant of je bezoeker dat in ieder geval niet gaat kiezen. Want hij zal wel gek zijn, wil die daarop gaan klikken. En dat resulteert erin dat mensen vaak wel het gevoel hebben van, ik kan een keuze maken. Ze maken zelf eigenlijk de beste keuze. En daardoor voelen ze zich vaak ook beter over de keuze die ze gemaakt hebben. En dat kun je in de kleinste details kun je dat doen. Je kan dat in je webshop natuurlijk doen door een product erbij te plaatsen wat significant veel duurder is of significant veel slechter, zodat ze zich beter gaan voelen over het product wat ze eigenlijk willen kopen. Maar je kan dat zelfs in kleine dingen doen, zoals bijvoorbeeld pop-ups. Op mijn website gebruik ik een zogenaamde boombox. Dat op het moment dat iemand met zijn muis bijvoorbeeld richting het kruisje gaat of weg wil gaan van de website, een zogenaamde exit intent, dan hebben we echt boom, dan neemt het hele scherm over, wordt helemaal blauw met een aanbieding voor mijn gratis e-book. Dat we eigenlijk verlatende bezoekers, bezoekers die de website verlaten, dat we die alsnog eigenlijk op de mailinglijst kunnen krijgen door in één keer pof zo'n aanbod neer te zetten. En dan laten ze het grote boek zien. En je kan ofwel kan je gegevens invullen, ofwel je kan op een klein linkje klikken wat daaronder staat, om je volledig beeld te geven. Er staat van, wil je ook hoger in Google komen of iets van die aard, of voorkom dat je gaat dalen in Google met deze tips, of wil je ook winnen in Google. En er staat een klein zinnetje staat eronder met, nee dank je, ik blijf liever onderaan in Google. En dat is natuurlijk een beetje gekkigheid, maar op het moment dat iemand gaat klikken op, nee dank je, ik blijf liever onderaan in Google, om het weg te klikken, dan bevestigen ze zich eigenlijk wel aan zichzelf wat ze verliezen. En verlies weegt voor mensen veel zwaarder dan winst. We zijn veel banger om iets kwijt te raken dan dat we vaak de ambitie hebben om iets te winnen. Dus het mislopen van zo'n gratis boek weegt misschien nog wel zwaarder dan het winnen van het gratis boek. Dus dat kan een reden zijn om het boek te downloaden en je in te schrijven, juist omdat je het niet mis wil lopen, nog erger dan dat je het eigenlijk zou willen hebben. Dus het Hobson's plus 1 effect, heel klein detail, maar kan ervoor zorgen dat mensen een beter gevoel hebben over de keuze die jij ze hebt opgelegd. Al klinkt dat een beetje raar, maar het zal je veel en veel meer conversie gaan geven.